Hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van Steenbok. Lieve Steenbok, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. Iedereen bedankt voor de lieve berichtjes, de likes. Blijf dat ook doen. Ja, zo help je me groeien en zo groeien we met elkaar. En hoe meer ziel, hoe meer vreugd in het kijken wat ik mag ontvangen. Kijken, oké, eenzaam. Kan het zijn dat je uit eenzaamheid komt of dat je je misschien nog wat eenzaam voelt? In ieder geval voel je je niet helemaal prettig. Dit kan in een connectie zijn of gewoon met jezelf. En vernieuwen heb ik hier, oké, een onvoltooide symfonie en een masker. Kan zijn dat iemand een masker heeft gedragen of dat iemand zijn of haar masker gaat afdoen. In ieder geval zie ik wel een vernieuwing. Dat zie ik echt als een doodkaart. En kijk, eenzaam. Ja, dit is best wel heftig eigenlijk. Of heftig, maar dit is waarschijnlijk moet gebeuren om jou iets te laten beseffen. Dat er iets beters is of dat er iets gaat vernieuwen nadat je je waarschijnlijk eenzaam hebt gevoeld. Er is nog niet iets klaar. Dat is sowieso aan de gang. Eens kijken. Ik had de Empress onderop. Wat is jouw uitdaging? Onderzoek doen. Dus waar mag je onderzoek gaan doen? Of misschien vind je het lastig. Of misschien mag je iets gaan loslaten. In ieder geval heeft het te maken met onderzoek doen. Bepaalde inzichten krijgen. Het kan ook zijn dat iemand in de gaten houdt. Oké, de toren. En dan heb ik hier de koning of de ridder van bekers. Oké, je kan plotseling waarschijnlijk een berichtje krijgen van iemand. Of er is iets wat getransformeerd moet worden. Dat zie ik ook echt. Ja, de dood en vernieuwing. Eigenlijk zie ik dit een beetje als dezelfde energie. Ik zei natuurlijk de dood. Het is ook een vernieuwing, het is een transformatie. Maar dit is ook een vernieuwing, ook een transformatie. Dus er is iets wat niet meer dient of heeft gediend. Want het kan natuurlijk in het verleden of het komt nog. Of het kan zijn dat er plotseling een bericht komt van iemand die jou iets gaat verklaren. Mag ik nog meer ontvangen? De ridder van pentakels, langzaam en gestaag. Twee ridders hier liggen, oké. Er is iets wat langzaam op gang gaat komen. Maar plotseling iets wat... Wauw. De ridder, of de... Nu heb ik wel een koning. Wauw. De koning van staven. De koning van staven is gepassioneerd. Dat is iemand die op avontuur wil. Dat is een leider. Dat is iemand die... Zijn wil is wet, ik neem je mee en ik bepaal. Maar wel veel passie, dus iemand heeft veel passie. Deze persoon kijkt mij ook aan van, ik wil op avontuur. Oké. Ik zie hier de 7 van zwaarden, die viel er andersom uit. Dus ik pak hem ook even zo. Kan zijn dat iemand in het voorheen niet eerlijk is geweest. Het kan deze energie zijn van de koning van staven. De koning van staven kan een ram, leeuw, boos, schutter zijn. En dan zie ik hier groei. Ga eens kijken wat het betekent. Wauw, en passie. Iemand wat ik al zei, passie. Daar heb je toch de doodkaart. De 4 van, wauw. Snel even pakken deze energie. Onderop zie ik hier dus nog een transformatie. De doodkaart. Iets gaat vernieuwd worden. Iemand wil passie, avontuur is wat ik zie. Iemand wil iets vieren. Iemand wil iets vertellen. Of iemand wil groeien, is wat ik zie. De 10 van pentakels. De 3 van staven en toch weer de Empress. Ja, wat ik voel is dat iemand toch wil gaan bouwen. Of iets of iemand of jij wilt dit graag. Het kan ook zijn dat je meer, dat je de rug toe gaat keren. Dat kan ook, dat je jezelf gaat transformeren. Dus dat kan voor iedereen weer verschillend zijn. Dat je familie belangrijk vindt, tradities in ieder geval in die trant. En dat je dat de rug toe gaat keren of iets of iemand. Waardoor je eigenlijk meer jezelf gaat nurturen. Maar het kan ook heel goed zijn dat iemand een keuze gaat maken waarin misschien een third party was. Of iemand wenste iets. Of iemand wilde heel graag weer samenkomen. En dat dat dus vernieuwd gaat worden. Onvoltooide symfonie. Een boodschap in een fles. Nou is dit bijzonder. Die heb ik in elke reading bijna. Dus het kan echt goed zijn dat iemand je weer gaat berichten. Sowieso komt er iets aan. Of het is al geweest. Snel verder vragen. Wat mag ik ontvangen? Balans, de doodkaart, alweer. Kijk, dat is een uitdaging. Dus er
is iets wat mag worden losgelaten. Of het is zo dat je op rustig vaarwater mag komen. Dat je mentale processen in je hoofd eigenlijk mag gaan loslaten. Zodat je weer wat meer rust krijgt. Ik zie echt wel een transformatie. Dus het kan zijn dat je daar middenin zit. Dat je dus echt in die transformatie zit nu. Mag ik weten of de ridder van bekers en de toren? Ja, iemand heeft zijn hart vastgehouden is wat ik zie. Iemand die ongelukkig was. Iemand die... Het kan zijn dat jij dat zelf ook bent. Ik heb de 4 en de 5 van pentakels. Maar in ieder geval is het zo dat jij in een situatie niet helemaal gelukkig was. Of het is een persoon geweest die niet gelukkig was. Ja, kijk dan. Hoe vet is dit? De ridder van bekers of de ridder van bekers? Hoe dan? En weer die 3 van cups. Dus wat ik voel, het kan jullie beide energieën zijn. Dat jullie je beide niet gelukkig hebben gevoeld in jullie jeugd of in iets. Kijk, de 8 van cups. Kan zijn dat iemand hier emotioneel vandaan gaat. Dus of het kan zijn dat jij emotioneel vandaan loopt van dit. Of het kan zijn dat iemand emotioneel ergens deze pijn gaat loslaten en gaat transformeren. Of jij dit nu bent of een persoon. Die dus eigenlijk op weg wil gaan naar de zon. Veel passie. Dus het kan heel goed zijn dat jij bent weggegaan van deze connectie of van een persoon. Ja, zoiets had van, ik voel me niet gelukkig. Ik loop weg. Ik ga op weg, langzaam en gestaag op weg. Maar ik zie dus hier die passie nog. Maar hier zie ik dus weer de koning van staven. Ik ga snel verder vragen. Ja, ik zag hem al onderop. Ja, soms keuzes. Ja, weer de koning van staven. Ik ga ze even om het op doen. Wat mag ik weten van die ridder van munten? De 2 van staven. Ja, iemand zat in tweestrijd of iemand had een blinddoek op. Iemand wil het niet zien. En de 3 van pik. Ja, wat ik voel is dat iemand eigenlijk die blinddoek gaat afdoen. Eigenlijk weer wil gaan samenwerken. Of in ieder geval weer iets wil aanreiken. Het is misschien langzaam en gestaag. Maar wel op weg naar 7-7 zag ik. Op weg naar stabiliteit. Mag ik weten over de koning van staven. Ja, de zon, wauw. Ja, de zon gaat ook schijnen. Kijk dan hoe vet. Er komt iemand terug uit jouw verleden. Waar je een past life soulmate, noem het maar. Deze persoon maakt jou heel gelukkig. En jij waarschijnlijk de persoon ook. Is wat ik zie. Oh, op weg naar de zon. Kijk, dat zei ik ook net. En wat schijnt hier? De zon. Kijk dan. Dus het kan zijn nadat je bent weggegaan. Dat je misschien wel in een soort van tweestrijd zat. Van wat moet ik hiermee? Het kan ook die persoon zijn. Maar dan toch de keuze maken of dat spirit eigenlijk zegt, nou dat gezegd hebben we, judgment, dat dit nog niet klaar is. Onvoltooide symfonie. Het kan zijn dat jullie beiden eigenlijk heel eenzaam waren. Nadat jullie eigenlijk niet meer bij elkaar waren. Maar ik weet over die 7 van staven. Zwaarden. Ja, kijk, een nieuw pad. Wat ik voel is dat iemand niet eerlijk is geweest. En eigenlijk toch een leap of faith met jou wil. Ja, dan heb je toch het judgment weer. Iemand heeft een bevrijding gezocht. Of iemand zoekt een bevrijding. Maar in ieder geval, wat ik hierbij voel, is dat iemand een bevrijding gaat vinden. En eigenlijk die blinddoek gaat afdoen. Of eigenlijk naar zichzelf is gaan kijken. En eigenlijk toch de stap neemt om een bevrijding te vinden. En dat in deze connectie te vinden. Ja, kijk dan. De aas van cups. Zou je kijken hiervan? Ja, bepaalde opties gaat loslaten, is wat ik zie. Die viel echt ook hier. Maar goed. Oeps. Ja, iemand die in hermietmodus was, zelf onderzoek heeft gedaan. Iemand die eerst geen keuze kon maken. Dat de persoon dacht dat het een illusie was. Ja, de 9 van staven. Wat ik voel is dat iemand gewoon over dat paardje gaat, over die struggles eigenlijk los gaat laten. En eigenlijk gaat kiezen van, dit is wat ik wil. Ik wil die passie. Ook al zijn er misschien wat blokkades nog. Dit is wat ik wil. Die aas van munten groei. En uit die hermitmodus kijk dan omgekeerd. Dus iemand heeft inzicht gekregen. En wil eigenlijk niet meer in die kluizenaarspositie zitten. Mag ik nog ontvangen van dit deck? Ja, men manifesteer miracles. Je dromen komen snel eigenlijk tot realiteit. Vertrouw op je hart en continue and following the guidance. Dus blijf ook vertrouwen op dat je wordt begeleid. En
dan zal je droom ook binnenkort uitkomen. Dit is wat ik voor je heb. Ik wens je al het goeds. Doeg!